Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuw video op mijn kanaal. Ik film vanaf nu mijn zaterdagvideo's met een andere camera als wat ik voorheen deed. Dus kwaliteit kan alleen maar beter worden, want dit is echt een hele goede camera. Het is een spiegelreflexcamera waar ik nu mee mijn zaterdagvideo's zal filmen. Dus dat wilde ik gewoon even meegeven dat de kwaliteit misschien wat anders is dan dat je gewend bent. Maar het kan alleen maar beter worden dan met de camera die ik hiervoor gebruikte. Want hiervoor filmde ik met mijn vlogcamera en ik merkte toch dat het voor vloggen prima is, maar voor de zaterdagvideo's toch wat lastiger. Goed, ik heb mijn favoriete producten van november weer verzameld, want we zijn alweer in december. En ik dacht, nou, de tijd gaat weer zo hard. Ik heb weer een hele volle bak. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik dus van november super fijn vond, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met drie lipproducten van de Action. En ik heb hier een uitgebreide video over opgenomen. Alleen, ik vond het toch wel leuk om hem ook nog even in mijn vlog, of in mijn, op mijn blog te reviewen. En dat zijn dus deze Kiss My Lips Collection. Mocht je benieuwd zijn naar de video, die staat gewoon online. Dus ik zal hier ook niet al te veel over vertellen. Ik had ze in drie kleuren. De Miss Rose, de Baby Doll en de Diva Kiss. En het is dus een kitje waar dus drie lipproducten in zitten. Ik heb ze dus al uitgebreid getest, maar ik vond de kwaliteit en het pigment toch wel goed. Ik had wel twee favorieten. Je hebt een lippotloodje. Ik heb een lipstick. En dus een lipglossje. Dus dat waren deze drie setjes. Mijn favorieten, ik zal ze gelijk even terugstoppen. Waren toch wel de... Dat was sowieso deze. Wacht even, ik zal hem even terugstoppen. Mijn favoriete kleuren waren de Baby Doll en de Miss Rose. En ik vond deze ook wel leuk, maar deze was gewoon iets lichter als waar ik normaal van hou. Maar dit zijn dus hele fijne setjes. Maar nogmaals, de video die ik daarover heb gemaakt staat gewoon op mijn kanaal. Dan heb ik twee concealers van Essence. En dat zijn deze. Dit zijn de camouflage matte concealers. Deze zijn waterproof en kunnen ook tattoos coveren. Ik heb hem in twee kleuren. Ik heb allereerst hier 20 Light Ivory. En het fijne aan deze vind ik, deze concealers, is dat ze best wel een vrij dikke applicator hebben. Dus je ziet echt dat die best wel vol is. Wat ik heel fijn vond, je kunt dus echt een goede laag hiermee aanbrengen. Ik denk dat dit ook heel erg handig is mocht je tatoeages willen coveren. Ik heb het bijvoorbeeld geprobeerd bij deze op mijn pols en het ging wel. Je moet wel een flinke laag aanbrengen en je moet hem dus wel heel goed inblenden en ook even afpoederen zodat het niet gaat vlekken. Maar ik vond het echt hele fijne concealers en ik heb hem ook nog in de kleur 10 Light Rose en dat is deze. Die is iets lichter, deze is iets donkerder, maar het zijn beide echt hele fijne concealers die ik echt nog met heel veel liefde ga gebruiken, want ik vond ze echt geweldig. Echte aanrader is deze ook. Dan heb ik een aantal producten uit een limited editie van Catrice. Ik ga ze even bij elkaar rapen. Hier zit wel een halsje achter. Oh, het is allemaal lekker door elkaar. Nou, ik heb ze bij elkaar. Dit ging over de... dit is de Pure Simplicity Limited Editie van Catrice. En allereerst, ik heb van alle producten vier getest. Maar ik ga gewoon even vertellen waarom ik dit wel, deze wel fijn vond. Er zijn er ook een paar in de niet fijn pak beland namelijk. Ik heb hier allereerst drie kleurtjes met nagellak. Ik heb allereerst deze, die heb ik nu toevallig ook op. Ik heb dit is de kleur 04 Modi Plum. Dus een beetje een paars kleurtje. De applicator, sorry voor het geluid op de achtergrond, er staat hier een doos en de katten vinden dat geweldig. Die hebben gewoon een basic applicator die wel heel fijn aanbrengt, waar je nagels goed mee kunt raken. Dit is echt gewoon een lekker donker kleurtje. Nou, je kunt het ook zien. Het is wel heel vreemd, want deze die blijven iets minder goed zitten als deze. Maar daar zal ik zo even wat meer over vertellen. Deze die chippen wat sneller. Ze zouden long lasting zijn, maar ik vind de kleuren wel geweldig. En ik vind het ook heel erg leuk dat ze met holografische teksten hebben gewerkt.
Dat is dat kleurtje. Dan heb ik ook de C01 Rosy Furf. Beetje een mooi roze kleurtje. Ook heel erg leuk. Ik vond deze dan ook wel echt een beetje voor de herfst. En ik heb één lakje is beland in de veelproductenbak. Die vond ik niet fijn. Maar deze vond ik wel echt herfstachtig. Deze waren allebei niet super long lasting. Deze chipte wel heel snel. Maar dit kleurtje, die bleef echt super goed zitten. En dat begreep ik niet, want deze had ik gewoon 7 dagen mooie nagels van. En dat red ik met die andere twee kleuren niet. Dus dat is wel gek. En dit is de C02 de Naked Petals. Maar deze bleef dus echt nog beter zitten als die andere twee. Hier had ik gewoon 7 dagen mooie nagels van. Ik heb het allemaal op dezelfde manier gedaan. Zoals ik het bij deze heb gedaan, zoals ik altijd doe. Maar dan kun je toch wel zien dat het verschil tussen kan zitten. Omdat dat ze long lasting beloofd zijn. Maar ik vond deze kleurtjes gewoon heel erg tof. Dus vandaar dat ze wel gewoon in de bak zijn gebleven die ik van de favorieten. Dan had ik ook 4 blushes getest. En daar vond ik er 2 maar heel erg mooi van. En dat zijn dus... Even kijken hoor, even op deze. Dat is dus de Modi Plump, want het zijn producten die allemaal bij elkaar passen. Dus dat is deze. De verpakking is van karton, want het is allemaal ook een hele veganistische lijn. Dat kun je ook zien. Dit is bijvoorbeeld een beetje ja, bamboe-achtig de huls. Dit is dan weer gewoon van karton. En dat is dit kleurtje. Heel mooi, ook met die lichtreflecten erin. En welke ik ook heel erg mooi vond, dat is de... C01 Rose Velvet. Dat is dus deze. Ook weer leuk, dat holografische. En dat is dus deze. Ook weer met die, wel met die dubbele kleuren. Maar deze gaven gewoon veel meer pigment als die andere twee. Deze zag ik ook gewoon echt terug. Dus die vond ik echt heel erg mooi. En dan heb ik wel 4 lipsticks. Want die vond ik allemaal wel heel erg mooi. De hulsen zijn wederom gemaakt van karton. Maar wel weer met de holografische effecten. Dus dat is heel erg tof. Nou, het zal je niet verbazen. Het zijn alle 4 de kleuren die dus ook bij de nagellakjes pasten. C01 Rose Verve. Ze zouden bij de nagellak passen. Maar de kleuren wijken wel wat af. Dus het is niet 100% matchend. Hij heeft wel een... Dit is dan zeg maar wel van... een soort plastic. Dat is wel fijn. Dan is dit de kleur. Dus dat is deze. Heel mooi kleurtje ook. Wel wat lichter dus dan de nagellak. Dan de C04 Modi Plump. Dit kleurtje, dus het paarse. Als je hem al ziet, als ik hem naast mijn nagels hou, lijkt heel erg matchend. Maar op je lippen is die een stuk iets lichter. Of je moet een hele dikke laag aanbrengen. Dus dat is die. Ze blijven ook best wel goed zitten. Ze zijn wel een beetje afgevend, maar op zich vond ik het niet heel storend. Dan heb ik de C02 Naked Petals. Daar heb je ook al wat van gezien natuurlijk, de nagellak. Dat is deze. En de laatste kleur, dat is de C03 Coral Crush. En daar heb ik alleen de lipstick van die ik fijn vond. En dat is dit kleurtje. Oranje, ik vond het alleen wel meer zomers. Ik vond deze twee kleuren vond ik niet helemaal bij de herfst passen. Dus ik snap niet helemaal goed waarom Catrice hiervoor heeft gekozen. Ondanks dat ik het leuke kleurtjes vind. Maar ik zou het dus niet zo snel in de herfst dragen. Dus die C01 Coral Crush en de Naked Petals, die vond ik niet echt geschikt voor de herfst. Maar ondanks dat vond ik het wel fijne lipsticks. Dus dat was de limited editie... Pure Simplicity van Catrice. Dan heb ik ook een Naked Multi Highlighter van deze collectie. En dit is de 01 More is More. Het is echt een hele leuke, mooie highlighter die dus inderdaad ook zo'n bolling heeft. Waardoor je goed het Naked effect kan zien. Hij heeft 4 verschillende kleuren. Je kunt ze los van elkaar gebruiken, maar ook gemengd. Ik heb ervoor gekozen om het te mengen, omdat de streepjes niet heel breed zijn. Waardoor je even lekker los met je kwast eroverheen gaat. Over het algemeen is het een wat warme highlighter. Maar als je hem dan weer mengt met het eerste kleurtje, kun je hem weer een beetje koeler maken. Dus je kunt hem eigenlijk een beetje mixen, waardoor je een beetje... ja, voor jou het goede effect krijgt wat jij mooi vindt. Hele mooie highlighter. Wat ik ook heel erg leuk vind is dat ze dus heel erg met de gouden teksten hebben gewerkt op de verpakkingen. Vind ik altijd wel heel erg mooi. Dan heb ik ook 2 matte lipsticks uit die collectie. Hier horen ook nagellakjes bij, maar de nagellakjes zijn in de velproductenbak beland. Dus die zul je later in de velproductvideo weer terug zien komen. Maar ik heb wel de 2 lipsticks.
Deze heeft de naam 01 Sweet Like Berries. Hele mooie matte huls, ook weer die gouden details. En dit is de lipstick. Het is een beetje licht. Ja, berries zou je denken aan paars, maar het is een beetje licht roze. Ja, paarsachtig. Hij neigt een beetje naar bepaalde kleursoorten. Dus dat is deze. Het is niet echt een hele duidelijke kleur wat ik kan thuisbrengen. Wel moet ik zeggen dat hij niet overeen kwam met het nagellakje. Ik vind het altijd heel erg leuk als ze het proberen. Hè? Een lipstick bij passend bij de nagellak. Maar het komt vaak niet heel erg goed uit de verf. Dat is bij deze kleur ook niet gelukt. En dat gold eigenlijk ook voor deze kleur. Dat is deze. Dit is meer een rood kleurtje. Dit is de 02 Hot Like Chili. Hele mooie of een lipstick ook. Kijk, mooi rood hou ik van. Maar wederom, hij past er niet helemaal bij de nagellak. Maar het zijn wel hele mooie lipsticks. Ze drogen mat op, maar ze geven wel af. En dat had ik niet zo verwacht. Want normaal juist bij een matte lipstick, dan geeft hij ook niet echt af. Maar deze wel. Hij blijft toch wel een beetje vettig. Waardoor je hem wel een beetje gaat zien als je wat drinken neemt dat hij op je glas afgeeft. Maar ik vond het wel hele mooie kleurtjes. En ik heb ook nog een oogschaduwpalet uit die collectie. Die ziet er ook heel tof uit. Ook weer die gouden details. Deze heeft de naam 01 Spice Up Your Eyes gekregen. Heel mooie paletten met hele mooie kleurtjes. Het zijn wel wat warmere tinten. Je moet hier wel van houden. Maar ik vond het wel heel erg mooi. Want je kunt er evengoed wat meerdere kanten mee op. Het zijn wel wat kleinere pens. Maar gewoon met een fijn kwastje kun je hier prima in dippen. En ja, je hebt wat meer goud, wat meer rood. Ja, ik vind het wel heel erg mooi. Je kunt zeker verschillende ooglooks hiermee maken. Als je daar een beetje in thuis bent. Dus dat was dit hele mooie oogschaduwpalet uit de collectie. Dan heb ik een aantal wenkbrauwproducten van Shein. Deze heb ik bij de Lidl gekocht en die waren toen in de aanbieding. Ik had er 4 getest. Ik vond er 3 heel erg fijn. Allereerst heb ik hier het powder en wax paletje die lekker schijmerig is. Ik heb deze in de kleur 02 Natural Brown. En hier zit dus een poeder in en een wax. En zo ziet het eruit. Ik vond de poeder echt heel erg mooi. Hij paste goed bij mijn wenkbrauwen. Er zit een heel klein applicatortje in die ik nooit gebruik. Maar een fijn spiegeltje er ook in. Wat wel heel erg prettig is. Dus ja, ik vond het wel heel fijn. De wax heb ik persoonlijk niet gebruikt. Ik ben niet echt een waxfan. Maar de poeder vond ik wel heel erg fijn. En ook wel wat subtieler bij mijn wenkbrauwen. Officieel maak ik altijd mijn wenkbrauwen best wel donker. Maar dit kon eigenlijk ook prima. Dan heb ik hier al een Brow Perfect Pomade. En dat is deze. Dit vond ik wel heel bijzonder. Het is wel een wat donkerder, maar ik vond het niet lelijk. Ik heb hem in 1001 Natural Brown. Nou, dan kun je zien dat het een nattere kleur is, maar hij is best wel donker. Als je deze opendraait, krijg je hier het kwastje. En dat is wel heel erg handig, want hier kun je dus mee indippen in de... Ja, in het product. En zo ziet het product er dan uit. Het is wel even wennen. Het is ook wel aan te raden om er eventjes een... overheen aan te brengen. Een wenkbrauwmascara. Het liefst transparant, want hij is wel een beetje afgevend. Dus hij kan wel gaan vlekken. Dit is de pomade. Je ziet wel goed wat ik erin heb gedipt. Maar ik vond het wel echt heel erg mooi. Een heel erg mooi kleurtje. Dus ja, sommige mensen vonden het wat te heftig. Maar ik vond het best wel mooi staan. Je kunt er ook best wel precies mee werken. Dus dat is deze. En het laatste product wat ik daarvan heb, dat is een brouwmascara. Eyebrow gel moet ik zeggen. Nou ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde natuurlijk. Ik heb deze in de 02 Deep Brown. De huls vind ik ook wel heel erg mooi. Best wel strak voor low budget producten. Ik heb deze producten voor 1 euro gekocht. Kun je nagaan. Er zit gewoon een heel klein spoelietje aan. Waardoor je echt wel heel erg sterk kunt werken. Dus dat vond ik echt wel heel erg tof. Ik vond de kleur goed passen. Ik vond hem niet te donker. Ja, hij past wel een beetje bij wat ik altijd bij mijn wenkbrauwen doe. Ik kies normaal ook altijd wat donkerdere wenkbrauwproducten. Omdat ik het gewoon echt mooier vind. Maar ik vond deze ook wel echt heel erg mooi. Deze eyebrow gel. Dus echt, als je ooit wenkbrauwproducten tegenkomt bij de Lidl. En je wilt er niet te veel voor betalen. Ik kan je ze aanraden in ieder geval. Dan heb ik nog een
Correct to Perfect CC Powder Paletten van Essence. Dat is deze. Deze heeft 4 verschillende kleuren, poedertjes. Deze heeft de naam 10 in Perfectly Perfect. En het is een palette dus met 4 verschillende poeders die natuurlijk allemaal weer een eigen functie hebben. Ik heb er een uitgebreide review over geschreven. Als je even wilt weten wat de functie precies inhoudt, zal ik je doorverwijzen naar mijn blog. Daar kun je het namelijk teruglezen. Maar hele fijne poeders. Je ziet de kleuren. Ze lijken, als je bijvoorbeeld groen aanbrengt, je ziet geen groene kleur op je gezicht. Ze poederen fijn af. Mijn gezicht, ja, ik vind ook de pens best wel een fijne grootte hebben. Dus ik kan er wel goed met mijn kwast in. Ik had niet verwacht dat ik hier zo eigenlijk enthousiast over zou zijn. Omdat het vaak, ja, met die kleurtjes dat het een beetje uitkijken is. Maar ik was eigenlijk wel heel erg enthousiast over dit mooie palette. Dan heb ik nog een oogschaduwpalette van Catrice. En dit is de Edgy Lilac paletten. Heet de naam 010 Purple Up Your Life. Dus dat is deze. En dit is gewoon zo'n oogschaduwpaletten die we wel vaker kennen. Het zijn wat paarse kleurtjes, maar ook wel wat lichtere kleurtjes. Dus je kunt ze leuk combineren. Je hebt weer die light en die sculpt kleuren. Heel erg mooi oogschaduwpaletten. Je kunt er best wel verschillende looks mee maken. Sommige kleuren zijn misschien iets heftiger. Je hebt shimmer en matte kleuren die erin zitten. Heel erg leuk paletje. Ik vind deze paletten sowieso altijd heel erg fijn. Dus ik ben er zoals over deze ook wel heel erg enthousiast. Omdat ze gewoon best wel gewoon fijn werken. En eigenlijk een hele goede pigmentatie hebben. En lekker uit te blenden zijn. En op de achterkant heb je ook altijd een kleine tutorial. Dus mocht je niet helemaal thuis zijn in de wereld van de make-up. Dan kun je dit natuurlijk altijd volgen. Maar ik ga altijd een beetje mijn eigen weg hierin. Dus dat is dit palette. Dan ben ik toe aan het allerlaatste palet en dat is van Makeup Revolution. Dat is het Soft X palette, dat is deze. Prachtig palet, op de achterkant kun je de kleurtjes al zien. En deze is in samenwerking gemaakt met een blogger. Ik weet alleen even haar naam niet meer, die zal ik even hier onderin neerzetten. De paletten zijn ook echt heel erg goed verpakt, want ze zitten dus in een doosje. En daarnaast zit er ook nog plastic omheen. Nou, nu zit hij dus in het doosje, maar er zit dus ook plastic omheen. Dit is het palette. Mooi mat met een mooie roze-gouden teksten erop. Heel erg mooi palette. 24 kleurtjes. En dan zit ook altijd zeg maar zo'n blaadje op waar de namen op staan. En dit zijn de kleuren. Je kunt gelijk zien, ze zijn poederig. Dus dat is altijd een heel goed teken. Je hebt ook een hele grote spiegel trouwens. Heel erg leuk. Fijn. En ze zijn vrij poederig, maar dat betekent altijd dat de pigmentatie ook echt heel erg tip-top is. En dat was ook echt zo. Je kunt echt mooie verschillende ooglooks maken met dit palette. Ik was heel erg tevreden hierover. Ik vind het leuk om hiermee te experimenteren en je kunt gewoon wat heftigere ooglooks maken. Ik hou daar zelf wel van. Echt een prachtig palette. Ik ben over het algemeen sowieso heel erg fan van de paletten van Revolution. En dan... Ja, ik vind het gewoon echt prachtige palettes die gewoon echt een goede pigmentatie hebben. Ze zijn misschien wel iets duurder als de palettes die je bijvoorbeeld bij Cartier of Essence vindt. Maar je hebt ook echt wel kwaliteit. Dus dat is dit prachtige palette van Makeup Revolution, het Soft X palette. Dan waren dit al mijn favoriete producten van november. Ik vind het zelf ook altijd wel weer leuk om terug te zien. Omdat ik dan ook weer altijd even denk, oh ja, wat heb ik allemaal weer getest en wat kom ik allemaal weer tegen. Want voor mij is het vaak ook weer een verrassing omdat ik zoveel test dat ik aan het einde van de maand niet even meer weet wat ik allemaal heb getest soms. Ik hoop ook voor jullie dat de kwaliteit nu wat beter is qua filmen. Ik merk dat ik nog wel een beetje moet spelen met de instellingen. Dat ik er nog niet helemaal thuis in ben. Ik heb de camera ook echt nog maar net. Maar ik wilde al wel heel graag een video hiermee opnemen. Dus ik hoop dat het voor jullie ook de kwaliteit wat beter is. Het scherpstellen en zo, daar moet ik allemaal nog even naar kijken. Daar ben ik gewoon nog niet zo thuis in. Maar goed, ik ben eigenlijk wel benieuwd welk product jullie... aansprak die ik heb laten zien. Misschien heb je zelf al zo'n product getest die ik liet zien. Misschien was jij er tevreden over, misschien ook niet. Ben ik altijd wel benieuwd naar. Laat het zeker even weten in de comments. Daar heb ik geen antwoord op. Siri, hou je mond. Siri die bemoeit zich overal weer mee waarmee die zich niet moet bemoeien. Voor nu wil ik je in ieder geval super bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan erop het rondje te drukken met mijn gezicht. Maar ook op mijn kanaal zelf. En dan kun je dus...
ook even op het belletje drukken. Dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!